30 jaar geleden ontplofte de kerncentrale in Tsjernobyl. Precieze cijfers zijn er niet, maar er wordt gedacht dat duizenden mensen daardoor om het leven zijn gekomen. Vooral de gevaarlijke radioactieve straling heeft veel mensen ziek gemaakt. Die straling is er nog steeds en wordt uitgestoten door de verwoeste centrale. Om die voor de komende jaren echt af te sluiten van de buitenwereld is er een enorm omhulsel gemaakt. Dat ding is gewoon geweldig groot. Elk voetbalstadion hier in Nederland, daar kun je er zo onder verbergen, daar kun je er zo in kwijt. Zo groot is dat eigenlijk. Dat is gigantisch. Zo'n groot object vervoeren is een enorme klus. En dan ook nog in gevaarlijk gebied. Toen u het hoorde, u gaat naar Tsjernobyl, wat dacht u toen? Ja, wat dacht ik toen? Ja, beladen plek. Dus kunnen we daar wel veilig werken? Nou, dat is toen door de firma best wel goed opgepakt door ons daar eerst naartoe te sturen om te laten kijken. En toen we daar geweest waren, toen hebben we met het team besloten dat het toch wel mogelijk was. En dat het toch niet extreem gevaarlijk was. Dus. De broers kijken tevreden terug op misschien wel de klus van hun leven. Als je dit voor elkaar krijgt, een project wat zo uniek is in de wereld, ja, daar mag je best trots op zijn. Voor mij was dit een prachtige mijlpaal. Een beetje een droom die uitkomt. Ja, vooral omdat het heel moeilijk en complex was en dat er veel bij kwam kijken. En dat maakt het mooi. Proost.